mensen, hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag hebben we even een iets andere video als normaal. We gaan namelijk vandaag softbaits maken. Zoals jullie weten is dat mijn grootste hobby, want hoe mooi is het nou om op je eigen softbaits vissen te vangen. Waarom komt dat nou? Er zitten er nog geen 3 minuten op. Ja, mooi. Hebben die kip. Lekker jongens. 60er. Zoals je ziet wilde die hem graag hebben. De Black Sander. Mooie vis, ben er blij mee joh. Zoals je ziet. Op de Black Sander. We gaan hem snel terugzetten. Ik denk dat hij wel weer weg wil. Ik geniet er in ieder geval heel erg van. En ik kreeg al een aantal keer de vraag van jullie van weet je, kun je het een keer laten zien hoe je dat doet? Dus bij deze ga ik het laten zien. Ik heb hier een kannetje plasticsol. Die gaan we eerst mixen. Deze video komt uit op eerste kerstdag. Dus hoe leuk is het nou om een kerstset te gaan maken? We gaan een felgouden set maken. Om te beginnen heel makkelijk 1 kleur. En als jullie dit leuk vinden, laat het dan zeker even weten in de reacties. Want dan ga ik het veel uitgebreider doen. En dan ga ik jullie alles laten zien over hoe ik mijn softbaits maak. Om je eigen softbaits te maken heb je heel wat spullen nodig. Je hebt nodig een injector. Hier zuig je de plasticsol mee op. En injecteer je die in de mal. Ook heb je kleurstof nodig. Ik gebruik deze. Dan heb je nodig glitters. Heb je niet per se nodig, maar het is wel mooi. Ik heb heel veel verschillende kleuren. Tevens heb je ook kleurstof in poedervorm. Dit is eigenlijk hetzelfde als de liquid versie, maar dan in poedervorm. Daar gaan we vandaag mee werken. We gaan vandaag een gouden set maken en hier heb ik een doosje gouden poeder. Oh ja, ik vergeet het bijna. Je hebt ook een masker nodig. Want er komen natuurlijk giftige dampen vanaf. Die wil je niet inademen. Dus gebruik een masker als je dit gaat doen, jongens. Dan heb je nodig een softbaitmal. Een Pyrex cup waar je de plasticsol in opwarmt. En natuurlijk een magnetron. We gaan beginnen, jongens. Als eerst gaan we de plasticsol in de Pyrex cup gieten. De plasticsol is dus gemixt. Let wel op, mix voorzichtig, want anders krijg je bubbels en dit wil je niet hebben. Nu gaan we de plasticsol in de magnetron plaatsen en gaan we die opwarmen tot 175 graden. Zoals jullie zien heb ik hier een airklem staan. Die gaat op de compressor en dat is een kwestie van het knopje omdoen. Dan gaat die vast. Er zit 8 bar op, dus je wil je hand er niet tussen hebben. Als je zoveel sets als ik gaat maken, dan is het dus haast niet meer te doen om dit met de lijmklem te doen. Want ik kreeg gruwelijk last van mijn polsen. Dan heb je dus echt zo'n apparaat nodig. De eerste 8 minuten zijn verstreken. Je kunt zien dat de plasticsol al iets dikker wordt, maar nog lang niet goed is. Ik roer altijd een aantal keer tussendoor, zodat ik zeker weet dat het niet te heet wordt. Anders wordt hij onderin te heet en dat wil je niet hebben, want dan verbrandt hij. En dan kun je hem weggooien. Dus even een keer roeren en weer terug in de magnetron. Want als hij te heet wordt, dat wil je niet, dan gaat hij verbranden. Dan komen er en heel veel stoffen vrij die je niet in wil ademen. En je plasticsol gaat eraan, kun je hem weggooien. Dus zorg dat je 175 graden maakt, maar niet veel heter, want dan kun je hem dus weggooien. Zo, we zijn weer een aantal minuutjes verder. Even een keer roeren. Zoals je ziet wordt het steeds dikker, maar het is nog niet op de gewenste temperatuur. Dus we even een keer roeren, zodat hij gelijkmatig warm wordt. En jongens, normaal heb ik altijd een maskertje op, maar dan is het lastig om te praten. Dus gelijkmatig roeren en weer terug naar de magnetron en weer 2 minuutjes. Zoals je ziet begint het al ergens op te lijken en wordt die een stuk vloeibaarder, maar onder is het nog niet helemaal klaar. Dus goed roeren, zorgen dat alles van de bodem en van de randen eraf is. En weer even terug in de magnetron. Hier ben ik de kleurstof aan het toevoegen aan de plasticsol. In dit geval weet ik ongeveer hoeveel scheppen ik erin moet doen, dat was in dit geval 5. Daarna moet je goed gaan roeren zodat al het poeder goed oplost in de plasticsol. Hierna gooi ik de plasticsol in een soort van fonduepan om de plasticsol warm te houden zodat ik kan blijven injecteren. Dit werkt gewoon sneller. In het begin zul je dit niet doen en zul je direct vanuit de Pyrex cup injecteren.
Ja, zoals je ziet, we hebben hier een bakje vol met sheds. Die gaan we nu ophangen en zo gaan we het proces herhalen, net zolang tot onze plastic sol op is. Zoals je ziet gaat dit best wel hard. We zijn al dik over de helft. Dus we gaan er even nog wat meer maken, jongens. Oh ja, de stukjes die je overhoudt, zoals deze die uit de injector komen, die kun je weer opnieuw gebruiken. Dus die knip je even in kleine stukjes, dan doe je ze weer in de magnetron en dan kun je ze gewoon weer hergebruiken. Ik gooi de sheds in het water, omdat ze dan niet aan elkaar plakken tijdens het ophangen. Daarna hang je ze aan het bord en moet je ze 2 dagen laten drogen, dus 48 uur, voordat je er uiteindelijk iets mee kan doen. Dus hou je aan die 48 uur, anders leg je ze in de tacklebox en worden ze helemaal krom. Dus ik laat ze echt 48 uur hangen. Ik ga dan nog snel even wat meer maken, want ik wil een actie doen met kerst om jullie ook een cadeautje te geven. Deze sheds gaan eruit voor de helft van de prijs, zolang de voorraad strekt, dus ben er snel bij, want ze gaan waarschijnlijk wel op. Ook ga ik op de rest van de sheds 10% korting geven met kerst23. Dus gebruik een couponcode bij het afrekenen, kerst23. Uiteraard wil ik jullie allemaal fijne feestdagen wensen en een gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk ook een heel erg visrijk nieuwjaar. Ik hoop dat jullie allemaal je PR mogen vangen en een onvergetelijk visjaar zullen hebben. Vonden jullie dit nou leuk en willen jullie dat ik dit vaker ga doen? Want ik kan jullie hier natuurlijk nog veel meer over vertellen. Ik doe ook dual injectie, zodat je een kleur boven en een kleur onder hebt. Ik airbrush de sheds nog, dit kan ik jullie allemaal laten zien. Maar ik heb geen idee of jullie dit leuk vinden. Dus laat het zeker even weten in de reacties. Vergeet ook niet even een likeje achter te laten en te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste video's. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, tot de volgende video. En jullie weten ondertussen hoe ik afsluit. Later! Wat kom jij doen? Ik wil niet dat je hierbij bent, hè? Hè? Ik wil niet dat je hierbij bent. Ik zeg, hem wel als. Nee, waarom doe je dit? Kom verder. Nee, die gaat niet, schat. Dan ben ik niet goed in als jij hier bent. Maar waarom laat je daar komen en hier? Dus daar kijk ik hoe ik op beeld sta. Oh, maar je gaat nog door. Dat staat ook op beeld nou, hè? Hij gaat nog door. Ja, dat weet ik. Doe ze uit dan. Nee, ik ben aan bezig.